Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Kom er al bij, ga lekker rustig zitten ergens. Welkom op deze open podiumavond in muziekcafé De Lantaarn. We hebben vanavond drie acts voor jullie. We beginnen met Kjeld Sloot op Didgeridoo, begeleid door Marcel Sloot. Daarna hebben we Nielson, singer-songwriter. En tot slot, Armen, sorry. We beginnen, kom maar bij ons. We beginnen met een hele bijzondere instrument, het is Didgeridoo. En die wordt gespeeld door die meneer daar, Kjeld Joost. Hij is er nog niet zo lang mee bezig. Sinds augustus heb ik begrepen. Dit was zijn eerste optreden. Hij is ook specialist op de djembe. Dat instrument gaat hij eerst mee beginnen en later zien we de didgeridoo. In vijf verschillende uitvoeringen heb ik gezien. Zelfs een zelfgemaakte uitvoering van de didgeridoo. We zijn allemaal hartstikke benieuwd. Kjeld, Joost, Sloot, sorry. Met je vader, Marcel. Die is bedoeld om mee te nemen, bijvoorbeeld in een rugzak op reis of als je ergens naartoe gaat. Normaal zijn ze dus gewoon recht, lang. Het is gewoon makkelijk. Thank you.
zelf een nummer laten horen dat ik ook mijn stem mee gebruik. Daar krijg je hele rare, ja, extra geluiden van. Ja, het kost extra lucht met ademhalen als je de stem gebruikt. Ja, ik weet niet precies hoe het werkt, maar dat is gewoon zo. Ditjes heb je in verschillende vormen. Ja, dit is een zakhuis. Er zijn officiële merken hierin, en die heb ik gevonden gewoon op internet, noemen ze een spiralidoe. Nou, op het eerste gezicht lijkt het dus gewoon een blok hout. Ik kan het dus prima op spelen. Dus een hele lange didgeridoo. Dat is voor de meeste mensen dus ook niet handig met optredens. En dan gebruiken ze een slide ditch. En dat is degene die je dus in verschillende toonhoogtes kan zetten. En dus met meerdere instrumenten mee kan spelen. Ja, zoals te zien is die gewoon helemaal uit te schuiven. Ja, dat heeft een maat inderdaad met toonhoogtes en dat is gewoon handig. Thank you.
één keer laten horen wat er gebeurt als ik gewoon tijdens het spelen gewoon in- en uit ga schuiven. Ik kan er niet altijd goed nog mee overweg met schuiven, want ja, ik ben het gewoon niet gewend. Op de manier dat je dus speelt en gaat schuiven, kun je dus ook melodieën ermee maken, maar ik kan ze nog niet vinden. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik hem niet heel mooi vind klinken, maar dat is de goedkoopste manier voor een didgeridoo. Het is namelijk een gedroogde berenklauw. Als ze helemaal uitgedroogd zijn, kun je ze dus onderaf afknippen en de grote bloem eraf halen. Je moet inderdaad wel rekening houden dat ze groot genoeg zijn. Als ze te klein zijn, kun je er gewoon niks mee. Ik zou een klein stukje laten horen, omdat ik hem zelf niet zo fijn vind. We zijn ooit begonnen thuis met een houten didgeridoo en een paar berenklauwen. Ik vond het zo leuk dat ik daarmee op ben gaan oefenen. Ik speel dan sinds augustus en het is een behoorlijk moeilijk instrument vanwege het ademhalen tijdens spelen. Ja, daar is een trucje voor en dan moet je gewoon echt onder je knie zien te krijgen. Dat is gewoon heel moeilijk. Er zijn mensen die zeggen dat ik goed kan spelen sinds een korte tijd. Toen ik dus begon met spelen, had ik ook zoiets van op een of andere manier moet je ze ook zelf kunnen maken. En ik was meteen zo eigenwijs om twee uitgangen te gebruiken. Met een beetje rekenwerk heb ik uitgerekend hoe lang ze moeten zijn, wil je er fatsoenlijk geluid uit kunnen krijgen. Als ze te kort zijn, dan werkt het niet. Mijn papa in de bouwmarkt pakte ik gewoon een stuk PVC. Ik denk dat moet lukken, maar ik kreeg gewoon geen geluid uit. Ik had hier een idee mee. Namelijk om de standaardtoon om één lage toon te hebben en één een hoge toon. Daarom lang en kort. Het probleem is dat ze elkaar opheffen, dus heb ik alsnog ene toon, dus een beetje mislukt. Ik ben niet helemaal degene die hem in elkaar heeft gezet. Ik ben wel degene die al spullen gekocht heeft en alles heeft uitgedacht. Maar mijn achterneefje heeft het in elkaar gezet, die vond het te leuk. Ja, ik wel maar vijf. Thank you.
om samen te doen. Ik wil eerlijk toegeven, het is best lastig. En ik had eerst zoiets van, ja, papa die mag meedoen. Maar dan raak je zelf helemaal in de war. Dus dat hoorde ik niet. Ja, ik weet niet wat papa nog wil. Wil je samen met de trommel met de... Ja? Buiten in de tuin. Ja, dat vind ik zelf gewoon het makkelijkst. En binnen, vooral deze, die drukt behoorlijk door. Ja, als ik buiten speel, probeer ik ook zoveel mogelijk aan één stuk door te spelen. Dan gaat dat gewoon echt niet. Het is zelfs zo, als ik te lang zou spelen, dan kom ik er niet uit. En te snel spelen, dan ja, dat gaat gewoon mis. Ik wil wel laten horen... hoe snel en hoe langzaam, ja langzaam heb ik al, hoe snel wat ik in principe mee kan spelen. Ik vind het alleen niet makkelijk om dat met andere instrumenten te doen, want dan raak ik zelf ook weer in de war. Het is voor het eerst dat ik ook echt met een digital podium sta, dus ik vond het sowieso een beetje vreemd. Ja, de digital vind ik gewoon gigantisch leuk en ik heb zelf het idee dat spelers daarvan, dat die eigenlijk ook bijna alles opzoeken waar digital in zit. Dat idee heb ik gewoon, daar heb ik ook heel erg. Ja, dit is een beetje zover dat ik nu ben. Er zijn nog steeds meer dingen wat ik leer en dat ja, moet ik allemaal proberen door te zetten. Het is gewoon vrij moeilijk. Kom maar voor, Kjeld.
Dit was Kjeld Sloot, Didgeridoo. Een prachtige workshop, zoals je zeggen. Heel erg bedankt, heren. En door begeleiding natuurlijk van zijn vader op Shamanen drum en fluit. Ja, dit was de familie Sloot, dankjewel. Wil je nog meer van de distels horen en djembe en dergelijke, volgende week bij het gezelschap hier ook in de lantaarn zijn deze instrumenten nog een keer te beluisteren. Dank. We houden nu 20 minuutjes pauze en daarna komt Nielson.